Dag allemaal, we zijn weer in Aeneas boek 4, vers 621 en verder. Ze heeft net Aeneas vervloekt, onze Dido, en ze gaat nu over tot de Trojanen. Maar eerst nog eventjes dit versje. Haec precor hanc voc extremum cum sanguine fundo. Hier zie je dat deze geëlideerd wordt, voc extremum, zeg je. Dit smeek ik, deze stem of dit woord, dit laatste woord, uiterste woord, letterlijk vergiet ik met mijn bloed, met mijn bloed. Dat is een uitdrukking. Hè? Je sanguinem fundere is bloed vergieten. Fundere is echt letterlijk uitgieten. Dat is bijvoorbeeld een wijn uitgieten of water of zo. Maar hier wordt het ook gebruikt op het woord vocem, je stem. Of je woord uitgieten. Dat is dus in dit geval uiten. Dat betekent dus eigenlijk twee verschillende dingen. Fundo, maar het wordt één keer gezegd. Dat noem je, in het ene geval is het soort van letterlijk. In het andere geval is het metaforisch. Dat is, en noem je een zuigma. Z-E-U-G-M-A. Zuigma. Een soort brug. Dat betekent ook wel in het Grieks voor verbinding. Wat precies is wat het net weergeeft. Een woord in enerzijds een letterlijke en anderzijds een figuurlijke betekenis tegelijkertijd gebruikt. En dat verwijst terug naar wat ze net gezegd heeft. En ze zegt daar meteen natuurlijk laatste woord met mijn bloed. Hè. Ze voorspelt alweer dat ze dus zelfmoord gaat plegen. Hier zit een asyneton nog erin met een soort anafoor van haik en hank. Het is bijna hetzelfde. Vormpje van hik, haik, hok natuurlijk allebei. En dat geeft nadruk aan het geheel. Dit vocem is zelfs alle metonymie, want je zegt stem in plaats van woord. Je bedoelt natuurlijk datgene wat je zegt met je stem. En er zit heel veel spondee in. Haec precor hanc voc extremam cum sanguine fundo. Voor in het midden hier zo. Allemaal lange lettergrepen die de boel sterk aanzetten. Nu gaat ze over naar de Trojanen. Tum vos o tyri stirpet in genus omne futurum exercet odis generi quaec met titanos traumunera. Dan moeten jullie, want er zijn trouwens een imperatief hier, dus dan moeten jullie, o Tyriërs, dat zijn dus de Carthagers, ja, deze komen oorspronkelijk uit de stad Tyrus, letterlijk die stam, van een boom wordt ermee bedoeld, in dit geval is het dus metaforisch voor een nageslacht, en dat gehele toekomstige geslacht ook weer. Exerceren is letterlijk, dat komt natuurlijk iets van oefenen, exercise en zo, maar dat heeft te maken met dat je iemand of iets geen rust gunt. Dus de hele tijd opjagen. Dus je moet ze opjagen, moet ze geen rust gunnen. Odiis, met jullie haat. Hier poëtisch meervoud van odium, haat. Dus je moet ze eindeloos maar blijven lastigvallen met oorlog, et cetera. Jullie moeten, nog een keer, imperatief is meervoud. Haec munera, deze, in dit geval betekent geschenken. Sturen, bedoelt hier dus geven. En dit is dan een dativus, nostro kineri, aan onze as. Kineri, dativus van kinis, as. Dus het is een soort dodenoffer waar het over heeft. Dat is de normale uitdrukking daarvoor is inderdaad munera mitre. Dat is dodenoffers brengen aan een overledene. Dus ze hebben volgens mij zoiets als bloemen op een graf leggen, maar bij hun waren het allerlei andere dingen die ze dan gaven. Maar zij heeft een hele bittere, ironische grafwens of dodenofferswens, namelijk dat haar nakomelingen altijd oorlog zullen voeren en haat zullen houden jegens de Trojanen en hun afstammelingen. Dat is uiteraard natuurlijk een voorspelling van welke oorlogen, juist de Punische oorlogen tussen de Romeinen en de Carthagers, veel en veel later. Even kijken, Kineri Nostro... Een groot hyperbaton en haik, munera ook. Dus de woorden grijpen een beetje in elkaar hier. En er is een enjambement voor munera, waardoor dat heel erg nadruk krijgt op die bittere, ironische toon waar ik net over had. En dan vat ze het nog een keer heel mooi samen. Nullus amor populis nec foedera sunto. Dat is een soort van oude, heel archaïsche imperatieven van de derde persoon. Er moeten zijn. Het is gewoon soent met een ode achter. Maar dat is heel ouderwets Latijn wat je in de wetstafelen van, weet ik veel, 500 voor Christus of zo zag. Formeel, juridisch, archaïsch, ouderwets taalgebruik. Er moet geen enkele liefde en ook niet verdragen zijn
populis datius voor de volkeren, oftewel voor onze volkeren. En haec, dat wijst enerzijds dus natuurlijk terug, zou je kunnen zeggen, hè, op die odies, maar vervolgens ook op amor, hè, nullus amor en nulla foedera. Maar ze wensten wel dat voor een bepaalde persoon. Even kijken. Exoriar aliquis nostris ex ossibus ultor qui facdar danios ferroque sequare colonos nunc olim quocumque dabunt se tempore vires. Exoriar is een korte vorm voor exoriaris. Dat is weer de jij-vorm van ris. Denk aan oris tur mur minihuntur. Dat is de tweede persoon enkelvoud passief, maar het is een deponens, exoriri. Dus het is niet passief, maar het is wel de jij-vorm. En die a wijst op conjunctivus. Dus jij moet exoriri, daar moet je iets als opstaan, of ontstaan, of geboren worden eventueel. Jij, aliquis, iemand, laten we zeggen jij, wie je ook bent. Ultor, jij moet geboren worden als wreker. Dit is een predicatief gebruik van het woordje ultor, is wreker. Iemand die mij wreekt. Hè. Je moet ontstaan dus ex nostris ossibus, letterlijk uit onze botten. Dat is natuurlijk metonymisch of iets dergelijks. Uit ons nageslacht, eventueel ook vanuit hetzelfde hout gesneden als ik, namelijk dezelfde haat. Wie wordt er nou mee bedoeld? Nou, die allerberoemdste Carthager die het echt de Romeinen vreselijk moeilijk heeft gemaakt, is natuurlijk niemand minder dan Hannibal. Die kennen we allemaal van de grote held van de Punische oorlog nummer 2, die de Romeinen echt op de rand van vernietiging heeft gebracht, maar uiteindelijk net niet wist door te pakken. En toen, ja, toen dat mislukte, was het voor de Carthagers echt helemaal verkeken. De kansen, bedoel ik natuurlijk. Dan heb je hier tot ook nog iets stijlmiddeligers, namelijk de alliteratie van de S. Exoriare aliquis nostris ex ossibus altor. Het is echt heel erg een soort van sissend geluid dat ze maakt vol me van haat. Deze conjunctief is uiteraard een soort wens of aansporing. Even kijken. Jij de Dardanios, colonos, de Dardaanse oftewel Trojaanse kolonisten, want dat zijn de vreemdelingen, het is een beetje negatief bedoeld hier, met een fakkel en met ijzer achtervolgen, sequare, dezelfde vorm als exoriare, het is eigenlijk sequaris, ook de jij-vorm, hier in die quizin, jij die, zeg je dan, jij die, en dat is een conjunctief in een quizin. Kan ofwel een doel geven, jij die moet achtervolgen, of een definitie, jij die zo bent dat je achtervolgt. Ik denk in dit geval een doel wel mooi is. En natuurlijk zijn dit dan bij metonymieën. Vaak is een fakkel bedoeld, wordt een vuur, dat is een gebruik in de oorlog. En ferro is ijzer, dat is een metonymie, heel bekend voor zwaard, dus voor wapens als het ware. Hier zitten overigens veel dactyli in, juist. Geen spondeen, maar veel dactyli. Dus dat is lang, kort, kort. Veel kortlettergrepen. Qui facedar danios ferro sequare colonos. Alleen hier ferro is dus twee lange, maar verder heel veel dactyli. Een beetje illustrerend van de heftige strijd en de beweging die daarin voorkomt. En dan een mooi asyneton climax zinnetje. Nunc olim quocum quadabunt se tempore vires. Nu, ooit. Quocumque tempore, op welke tijd dan ook maar, op welk moment dan ook maar, de krachten zich geven. Oftewel, zich vertonen, aanwezig zijn, verschijnen. Krachten verschijnen, oftewel, maakt niet uit, kan me niet schelen wanneer het maar kan, dan moet je opstaan en dan moet je ze lastigvallen met vuur en zwaard. Wij zeggen te vuur en te zwaard natuurlijk trouwens. Hè. Uit eerlijk gezien een asyneton, nunc olim. Quocumque, geen verbindingswoordjes, en zijn climax, nu, ooit, maakt niet uit wanneer, de stukjes van de driedeling, van de tricolon, die groeien ook. Dit is het laatste deel, is het langste, dat is, noem je ook een climax. Even kijken, dat hem hier niet in de derde persoon aanspreekt, maar in de tweede persoon. Dat geeft eigenlijk aan dat ze er zeer zeker van is dat hij daadwerkelijk wel zal geboren worden ooit. Het is een apostrofe, zoals je dat noemt, een aanspreking. Meestal is dat dan van een personage in een verhaal, maar hier is dat echt een
een figuur die ooit geboren zou moeten worden. Maar dat maakt het allemaal nog veel levendiger. Ze ziet hem echt als het ware voor zich. Dan haar laatste twee woorden voor nu. Twee zinnetjes, twee regels. Littora littoribus contraria fluctibus undas imprecor armarmis pugnent ipsi quinepotesque. Nou, daar kom ik zo op terug. Dat later lettergreepje. Imprecor is het werkwoord. Ik smeek om. Littora. Kusten. Contraria. Tegenover. Littora. Littoribus. Kusten. Dativus bij contraria. Om golven. Tegenover moet je erbij denken ook weer. Hè? Contraria's fluctibus. Tegenover golven. Maar een ander woord voor golven. Weet ik veel. Welvingen van de zee. Iets verzinnen wat leuks. Arma armis. Arma contraria armis. Wapens tegenover wapens. Dat is, ja, godsidori, wat is dit een mooi zinnetje. Het is een zinnetje wat weergeeft dat twee volkeren voor altijd verbonden moeten zijn in vijandschap. De herhaling, repetitio's van die woorden littora, littoribus, arma armis, hier fluctibus undas, het zijn natuurlijk andere woorden, maar ze betekenen hetzelfde. Ze zijn ook nog eens een keer in volgorde steeds andersom opgeschreven. Hier accusativus, dativus, dativus, accusativus, accusativus, dativus. Dus twee keer een soort van chiasme in elkaar grijpend. Het is asyndeton, comma, hier, comma, daar. Het zijn drie delen, dus het is een tricolon. Er worden dingen weggelaten, namelijk contraria's hiero en contraria daro. Het is extreem zwaar aangezet met stijlmiddelen om te wensen dat zij altijd vijanden zullen zijn. Nou, niet alleen met wapens tegenover elkaar, maar zelfs de kust en de zee doet mee. Kust kan je ook als metonymie paspoort voor het land lezen, dus waar op het land gevochten wordt. Golven voor plekken waar op de zee gevochten wordt. En hier letterlijk de instrumenten voor de oorlog. Die moet altijd tegenover elkaar blijven staan. En dan hier pugnant, een cognitief presens van aansporing. Ze moeten vechten. En zijzelf. En hun nepotes, hun nakomelingen. Letterlijk hun kleinzonen, maar je mag je lezen als nakomelingen. Het is een dubbel que. En zijzelf en hun nakomelingen moeten vechten. Laten die toch vechten. Dus oftewel, ze moeten nu beginnen. Hè, dus als ik dood ben, maakt niet uit. Ik moet meteen die strijd oppakken. Mede Carthagers, ga die Trojanen achterna en val ze eindeloos lastig. En dat moet never nooit ophouden. Tot in de eeuwen der eeuwen, zou ik maar bijna zeggen. Het zou misschien ook kunnen wijzen op de net voorbijgegane strijd. Waar Virgilius zelf heeft meegemaakt. Het heeft niks met de Trojanen te maken. Maar pugnant, en zij moeten vechten. Ja, natuurlijk ga je eruit vanuit dat dat gaat over Carthagers tegen Trojanen, oftewel Romeinen. Het zou kunnen zijn dat hij natuurlijk de burgeroorlog van die net afgelopen was. Tussen Octavianus en Marcus Antonius en daarvoor tussen Caesar en Pompeius in gedachten had. Dat het eindeloos maar door moet gaan, die strijd. Tot slot dan dat hele gekke que hier achteraan. Dat past niet in het vers, zoals je hoort. Imprecor armarmis pugnente psi quinepotes. Normaal gesproken stopt dat dan daar. Maar dat klopt niet. De grammaticaal moet kunnen nog bij. Maar dat is gewoon een extra lettergreep. Normaal gesproken kan het ook wel. Want je kunt dat que, als je het zou doorlezen helemaal direct. Dan zie je hier dat dit met H begint. Dat is niks. Hè? Dus dan kan je dit elisie krijgen. Nepotes quaikheid. Dat kan. Maar dat is heel ongebruikelijk als er een punt staat. En het is nog ongebruikelijker als er een aanhalingsteken slaat als iemand stopt met spreken. Want dan heb je echt een hele normaal gesproken een natuurlijke pauze. En je leest niet door. Nepotes quaikheid. Dat doe je niet. Die doet nepotes que. Haikheid of aikheid, et cetera. Dus misschien illustreert dat hier wel de eindeloosheid. Van dit vers illustreert de eindeloosheid van Nido's haat en van de oorlogen die eindeloos moeten voortduren en zoiets dergelijks. Ik ga ervan uit dat dat expres gedaan is door Virgilius, want dat is heel erg opvallend. Hoe dan ook, hierna gaat het weer verder wat met wat actie en daarover volgende keer meer. Tot dan.